Spakenburg is de nummer 7 in de tweede divisie, ontvangt DFS. En de thuisploeg komt op voorsprong via Tom van der Neut. Hij zet de ploeg van John de Wolf op voorsprong. Het is natuurlijk de generale voor Spakenburg voor de derby aankomend weekend tegen IJsselmeervogels. DFS is nummer 14 in de hoofdklasse zaterdag. En het komt er niet echt aan te pas tegen Spakenburg. Dit is in de tweede helft. Kevin Sterling weggestuurd. Die blijft heel rustig en schuift hem in de verre hoek onder doelman Omvlee door. En dan is het 2-0 voor Spakenburg. Prima loopactie van Sterling. Dan wordt het hem nog lastig genoeg gemaakt door Van Walsum. Maar onder de doelman door. 2-0 en in de blessuretijd nog een strafschop voor Spakenburg. Achter de bal van der Sande en die schiet hem binnen. Het wordt uiteindelijk 3-0. Prima generale voor de ploeg van John de Wolf. 3-0 tegen DFS en door naar de volgende ronde.